niemand te zien. Dus mondkapje kan even af. Vrienden, we moeten het even hebben over Erik ten Hag. En wat blijkt dan? De voetballerij zit ongeveer hetzelfde in elkaar als de Amsterdamse grachtengordel. Denk je mij zo? Ja, Harry, wat begin jij nou aan? Wat voor verhaal is dit? Nou, let goed op. De grachtengordel werkt als volgt, hè. Dus André van Duin vonden ze in het begin helemaal niks daar bij die grachtengordel. Dat was waardeloos. Platte humor, helemaal niks. En toen ineens na een jaartje of, nou, 8 of 10, toen drukte er iemand op de groene knop binnen de gordel en die zei, nee, André van Duin is toch wel oké. Oh, en toen werd hij daar ineens geaccepteerd en was hij oké. Goed. Zelfde voor André Hazes. André Hazes was ook ongelooflijk volks en helemaal niks. En daar wilden we de grachtengordel niets mee te maken hebben. En opeens was daar ook weer iemand en die drukte op de groene knop. En ja, Hazes was ook goedgekeurd. En dat gaat dan onder het kopje cult of camp. Zo werkt dat op de gordel. Nou, en nu pas geleden hebben ze ook, moet je nagaan, Snollebollekes is ook officieel goedgekeurd op de grachtengordel door Matthijs van Nieuwkerk. Dat hebben we gezien. Dus nou, oké. Zo werkt dat. Maar nu even de voetballerij en Ten Hag. Nog niet zo lang geleden, 2 jaar geleden, was Ten Hag volkomen waardeloos in Amsterdam. Niemand wilde eigenlijk iets te maken hebben met Erik ten Hag. Ze vonden het een boer, hij sprak hun taal niet. Hij had geen verstand van voetbal. Noem het allemaal op. Ten Hag moest weg. Nou, en kijk wat er nu gebeurd is binnen de voetballerij. Ook daar en in die mediawereld, ook daar is er dus iemand die heeft dus op de groene knop gedrukt. En ja hoor. Ja. Erik ten Hag. De laatste tijd. Jongens. Ook goedgekeurd. Iedereen rolt over elkaar heen. Om hem maar te prijzen. Oh, Erik ten Hag is zo geweldig. Erik ten Hag. Tactisch wonder. Erik ten Hag is de supertrainer. Ja jongens. Nou. En ik heb dus al zo lang geleden dat al gezegd, dat Erik ten Hag de allerbeste trainer is voor Ajax.